Leuk dat jij naar deze vlog. Geef vast een duimpje omhoog en dan abonneer op ons kanaal. Dus veel plezier met kijken. Volgens mij vind je het spannend, of gaat het wel? Ze gaat vandaag met de hele meute op buitenrit. Dat is ook nog de eerste les. Het is eigenlijk wel spannend, maar je vindt het wel leuk? Ja. Je hebt er wel zin in? Ja. Dat is het belangrijkste. Ontspannen, dan komt het allemaal goed. Zo, Jut en Jul. Die gaan, die gaan een buitenritje maken volgens mij. Ja. Dus, heb je er zin in? Ja. Goed zo. Nou, volgens mij vindt Bel nu even spannend met al die paardjes. Of ze zo wel overgaan. Even wennen. Nou, daar gaan ze. Op buitenrit. Juf, let op. Gelukkig. Let de juf altijd op. Vandaag heeft ze... zelfs een touw bij zich voor de zekerheid. Maar ja, goed. We hebben al gezien dat Belt heel goed doet op buitenrit. Dus, nou, volgens mij is ze gewoon nog heel. Ze zwaait zelfs. Er is geen lijntje tussen. Dus ik denk zomaar dat het goed gegaan is. Gaan even vragen. Het is heel goed gegaan met de buitenrit. We zijn 2 keer in galop geweest. Dus was heel braaf. Ja? Ja. Heb je zin gehad? Heel erg leuk. Dus je durft nog wel een keer? Ja. Ja. Mijn bel durft te ja, de bel die denkt, doe mij maar gewoon even niks. Even chillen. En daar zijn de vorige eigenaren van Verona. En wel te weten, stel je even voor. Ik ben Esther. En? Dit is Mart. Kijk Mart dan. Had Verona nog niet eerder gezien. Nee. Nee, want Verona had gelukkig al dit mooie nieuwe plekje voordat Mart kwam. En dat was ook de bedoeling. Ja. Ja. Dus wij komen nu kijken hoe goed met de gaten. Ja. Blijkbaar fantastisch. Dus een beetje plekje kon niet. En hoe lang ben je eigenaar van Verona geweest? 8 of 9 jaar. Dat is lang, hè? Ik heb haar gekocht toen ze 5 werd. Moest nog 5 worden en toen had ze eigenlijk nog weinig gedaan. Weinig tot niks. Alleen een feunentje gekregen. Ah ja, dat was ook belangrijk. En je hebt nog een zoon van haar gehad. Ja. Hero. Hero. En Hero die hebben we ook net verkocht. Die staat in Friesland nu, begrijp ik. Ja, als je een kleine kinderen al hebt, dan is het echt wel lastiger. Maar dit is leuk. Ja, dit is heel leuk. Vandaag is maandag. We staan lekker buiten. Daar zitten de meisjes in het gras. Verona en Jess zijn vrij. En vandaag rijdt Kim voor het eerst eventjes op Bel. We moeten natuurlijk ook dingetjes leren. En Kim is net even wat handiger. Buiten dat kan Tessa dan af en toe ook nog iets anders doen, hoewel we nu natuurlijk gewoon weer op de manege zijn. Ze zijn wel lekker aan het rollen. Lekker hoor. Lekker wel. Het is wel echt heel warm vandaag. Het is 28 graden of zo, het is een soort benauwd. Wel heijig, dus niet die volle zon erop. Maar het blijft wel erg benauwd. Zo, we gaan eens even kijken of Bella het interessant zou vinden. Om mee te doen aan voetbal. Nee, laat maar gewoon staan, Tess. Niet naar de toe. Laat haar maar even. Kijken hoe nieuwsgierig ze is. Heel nieuwsgierig. Ze wil wel kijken. Het is natuurlijk wel spannend, zo'n gek ding in je paddock. Tessa die vindt de bal gewoon aardig. Lieve bal. Brave bal. Brave bal. Brave Bella. Brave Bella. Zeg maar gewoon braaf tegen haar, Tess. Wat? Zeg maar braaf tegen haar. Braaf. Braaf. Nou, Bel die negeert het even. Toch nog even kijken. Het is natuurlijk ook wel een heel dingetje. Nee, niet gaan zitten. Als Bella schrikt, moet jij weg kunnen stappen, Tess. Nee, ik kan niet zo. Nee, ik wil dat je blijft staan, schat. Veiligheid voor alles. En als ze hem aanraakt, zeg je heel hard braaf. Ja, braaf. Ja, heel goed. Heel goed gedaan. Even kijken. Ja, braaf. Nog meer braaf. Nou, ik weet niet of ze ook echt gaat paardenvoetballen al met het horse event. Maar we gaan in ieder geval kijken. Kijken hoe ze het vindt. Nou, dit is eng. Tess, niet doen. Hou maar stil. Even een klein kwartiertje grazen. Dit vindt ze wel een beetje gek. Ze gaat niet de wei rondrennen nog. Het is wel grasjes. Lekker hoor. Ja, was dit het? Ik zou lekker even gaan grazen.
vandaag is dinsdag en Tess gaat mee in de manegeles naar buiten weer. Dus weinig oefenen in de bak met de andere ponies, heel veel naar buiten. Zin in? Ja. Frank staat even in de stapmolen. Zo, daar gaan we. Kijk, Veer zit op Jeroen. Dag Veer! Zo, doei, tot straks. Doe voorzichtig. Het horse event brengt allerlei dingen met zich mee. En zo moeten we vandaag even de kraam aankleden. En Christine die heeft pruiken gevonden. En die houdt toch echt van kort haar. En ze ziet sexy en chino zit. Ja. Oh, ik denk Tess doet hem ook op, maar Tess... Oh, je neemt die. Nou Tess, ik vind het wel... Niet doen? Weet je welke? Ja hoor, ik vind het eigenlijk wel leuk. Doe maar. Maar goed, we zijn dus op zoek naar hangertjes en dat soort grappen. Dus. Zo, ik ben uitgeshopt. Gelukkig ben ik klaar. Met dank aan Christine. En we hebben nu nog een kind. Kijk. Daar. Eigenlijk een half kind. Een half kind, ja. Rustig kind. Ja, dus die hoeven ook geen eten te geven. En daar kunnen we dan het shirtje op doen. We hebben ook volwassen maten natuurlijk. Maar en we hebben drie hoofden. We hebben ook drie losse hoofden. Jawel. Wat gaan we daarmee doen? Daar moet ik nog over nadenken. Nee hoor, we gaan er gewoon petjes op doen. Oh. En de zonnebril. Okay, nou ja. En de zonnebril. Oké dan. Hebben ze dus, wel een neus, die hoofden? Dat weet je eigenlijk niet. Dat is goed. Dus waar ga je dat zo? Nou ja, dat zien we dan weer. We gaan nu in ieder geval naar huis. En hoef ik niet meer naar een winkel, want de rest gaat Christine. Yay! Zo, vandaag ga ik op pad met Alice. Alice heeft waarschijnlijk een ruggenwerveltje dat een beetje vastjes zit. Dus gaan wij naar een dierenfysiotherapeut die ook kraakt. Een uur rijden. Dus we hebben even een handdoekje op de stoel gelegd. Ze heeft haar ding aan om auto te rijden. Dan zit ze vast in de gordel. Zodat ze veilig kan ze niet door de hele auto heen stuiteren als er een ongeluk gebeurt. Dan blijft ze gewoon keurig op haar plek gehouden. Dus wel zo veilig. Dus we gaan nu best wel lang rijden. Alice houdt niet heel erg van auto rijden. Maar als ze naast me zit, dan vindt ze het wel oké. Dus nou, dan gaan we maar. Vandaag even met drie op de wei. Niet zo lang, want... Weet ze, Bel mag nog niet zo lang, die mag maar een half uurtje. De rest mag natuurlijk wel gewoon de volle tijd. Dus maar op zich, ja, prima. Gelukkig. Vandaag is Tess even aan het gewoon rijden. We wilden eigenlijk een proefje oefenen, maar er wordt gewerkt in de bak, dus gaat niet. Dus ze heeft een aantal oefeningen gedaan. Stap, draf, stap, halt houden. En daarna een paar rondjes draven. En nu is ze netjes aan het galopperen, en zelfs op de linkerhand. Dus heel keurig. Kan niet anders zeggen. Ik ken mijn pony. Ik ken mijn pony. Ik ken mijn pony. Hi, ha, hi, ha, hi. Ook alvast aan het oefenen, zowel op het paard als zonder paard. Ik heb een pony in de stal. Ik pak mijn jas, doe een afro in mijn tas. Mijn rijlaarzen aan om naar de stal te gaan. Ik heb een pony in de stal. Ik heb een pony die is top. Ik heb een pony die is top. Leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Geef een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Doei!